Kent u iemand met een psychische kwetsbaarheid? Nee, ik kan zo niemand bedenken. Nee. Eerlijk gezegd niet, nee. Nee? Nee. Oh ja, ik ken wel iemand met een psychische kwetsbaarheid. Ja, die is ook regelmatig opgenomen geweest. En woont nu in een verpleeghuis. Nou, mensen met psychische problemen, kwetsbaarheid, die hebben eigenlijk last van twee dingen. Naast hun kwaal kampen ze met schaamte, bang dat ze ontmaskerd worden, en angst. Angst om afwijzing, angst om buitengesloten te worden. Dat geeft best wel veel eenzaamheid en ook wel, ja, gewoon schroom om mee te doen. Ik denk dat iedereen op dit moment wel een beetje psychisch moeilijk zit, hè, na de coronaperiode. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die staan te springen. Ik vind dat juist mooi om te zien, zeg maar, dat ze ietsjes anders zijn. Het zijn niet per se heel anders, maar gewoon een beetje anders. En ik zie daar het voordeel wel in, zeg maar. Het is belangrijk dat we gewoon opener worden over psychische problematieken. Want 50% van de volwassen Nederlanders heeft psychische problemen in zijn leven. Niet permanent, soms maar kort. Maar waar schamen we ons voor? Maar in de buurt, in een wijk, kun je ook als buur vragen oproepen als je psychische problemen hebt. Dan kunnen mensen zich met je bezighouden omdat ze je gedrag niet begrijpen. Ja, en daarom is het belangrijk dat de bijeenkomsten Welkom erbij komen voor Houtenaren. En ik vind het belangrijk dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich thuis voelen in de wijk. En dat ze kunnen vertellen vanuit hun eigen ervaring van wat het is om psychisch kwetsbaar te zijn. En dat mag u als buren gewoon weten. Heel leuk en u leert veel, dus van harte welkom.